Milieuinspecteurs van het BOG zijn zeer ontevreden over de behandeling die ze krijgen van de overheid. Tijdens een gisteren gehouden algemene ledenvergadering heeft de bond bepaald dat ze harde stappen zal ondernemen indien er geen verandering komt in de huidige situatie. Met name de financiële situatie van het BOG baart het bondsbestuur grote zorgen. Volgens David Becker, voorzitter van de bond, zijn de milieuinspecteurs zwaar gedemotiveerd. Hij benadrukt dat de maat nu echt vol is. Een paar maanden geleden is het zo ver gekomen dat wij een aantal dienstauto's daar hebben, maar niet één kon uitrijden. U mag het weten, milieuinspecteurs, als bond zijn we even ingekomen, we hebben gesproken met een groep van Sanderij. Milieuinspecteurs hebben geld bij elkaar gebracht om olie te plaatsen in de dienstauto, om hun werkzaamheden op Sanderij te kunnen gaan verrichten. Het ministerie weet ervan. Het is niet dat we gaan schreeuwen, geef ons geld terug, maar de mannen willen. Ja? Ze hebben hun, maar ze gaan het ook niet elke week kunnen doen. Ik heb contact opgenomen met het ministerie, we hebben 1 week olie gekregen. Ja? Ik ga u eerlijk zeggen, ik heb contact opgenomen en later hoorde ik, de minister wist er niet van, maar oké, wat er is gebeurd weet ik niet, maar we hebben benzine gekregen. Maar we kunnen niet steeds blijven bedelen. Dat zijn diensten die niet meer gedraaid kunnen worden omdat er geen benzine is. Ja? Maar die dingen moeten gedaan worden. En dan vind ik het erg dat het volk het BOG uitscheldt. Ja, die mannen werken niet, die mannen dit. Maar als ik dat nodig heb om te gaan werken en ik het niet krijg, kan ik ook niet werken. En de mannen komen op dienst, kantoor om het land en volk te dienen. Maar ze hebben zaken nodig. Hun salarissen zijn al niet toereikend. Bakker zegt verder dat milieuinspecteurs gefrustreerd raken door de situatie. Hij hoopt dat er vanuit de regering concrete oplossingsmodellen worden aangedragen. Laten we ophouden. Zijn we bezig de arbeider hier in Suriname te frustreren? Heeft LPI misschien genoeg plaats om het volk van Suriname daar te plaatsen? Want dat is men nu bezig te doen. Of om al die lazinaren daar te plaatsen. Men is bezig die ambtenaar te frustreren. En dat moet ophouden. En daarvoor gaan we nu. Situaties moeten ophouden. Ja? Die arbeider komt niet op kantoor om gefrustreerd naar huis te gaan. Want het gezin gaat eronder lijden. Ja? En dat gaan wij als bond nu aanvechten. We gaan het niet accepteren. Als anderen het willen accepteren, dat is hun. Maar wij als BIMI gaan het niet accepteren. Het is absoluut niet zo dat het ministerie geen oog heeft voor BOG als een van onze belangrijkste actoren binnen preventieve gezondheidszorg en openbare gezondheidszorg. Heeft het rijlijnzeilen binnen het BOG zeker onze aandacht. Maar niet alles is in het tempo gegaan dat misschien wij gewild zouden hebben. Maar we moeten doorgaan, we moeten roeien met de riemen die we hebben en soms leidt dat tot frustratie, ook dat kan ik begrijpen. Maar voor de rest ben ik on speaking terms. Ik heb een brief gekregen van de milieuinspecteurs. En die ga ik ontvangen wanneer het zover is, wanneer ik zover ben. Tot zover de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel. De bewindsman gaf aan dat hij de ontevreden milieuinspecteurs binnenkort zal ontvangen.